Hallo mensen van Just Games, vandaag zijn we hier met een nieuwe aflevering van eigenlijk het eerste dat we nu gaan starten. Ik zeg maar gewoon gelijk welk spel het is. Dus wel kennen jullie vast wel van veel betere YouTubers. Ik ben er nog niet zo super goed in zoals je ziet, maar het is Rocket League. Ik probeer dit vaker te spelen. Ik heb wel DLC's, maar ik heb even. Ik gebruik even de verkeerde auto. Maar ja, ik ga gewoon proberen te winnen. We doen 2 potjes per aflevering. Dat is wat ik nu kan vertellen. Misschien als het heel erg kort gaat duren, al die potjes of zoiets, kunnen we er ooit nog 2 gaan. 3 bijvoorbeeld, 3 potjes starten. Ik ga natuurlijk ook nog wat andere mensen opnemen, want de jongens uit mijn klas hebben dit spel ook. Misschien willen hun een keer meedoen, maar we gaan nu gewoon dit een keer in ons eentje. Het staat nu 1-0, je zag het net dat ik scoorde. Best wel een lelijk doelpunt eigenlijk. Maar ja, ik sta voor. Dus ja. Oh, fuck, nee, niet voor het doel. Ja, oké. Okay. Nee! Hoe kan je zijn door die te missen? Maar deze video wordt niet bewerkt. Waarschijnlijk zien jullie dat ook wel aan de video. Bij de volgende video's komt ook de intro en andere dingen. Want ik wil namelijk eerst weten of jullie dit wel leuk gaan vinden. Als jullie dit helemaal niks vinden, mogen jullie dat gewoon zeggen. En stop gewoon met dit en gaan we GTA doen. Ja, sowieso ging ik al GTA doen, dus ja. Maar dat moet ik alleen nog even een beetje wat mensen fixen die mee willen doen. Want wij gaan net zoals het andere, wat Jaraski en zo doet, Battlefests en dat soort dingen gaan we. Wil ik op gaan nemen, maar. Moeten mijn vrienden wel zeggen dat ze tijd hebben. En ja, ik heb vrienden. Ja, oké, dat is 2-1. Ik ben altijd tijdens dit spel echt super stil, anders kan ik me niet concentreren. Ik moet me concentreren tijdens zulke spelletjes. Dus je hoort me misschien met dit soort spelletjes minder veel praten. Oh wow. Dat was echt slecht van mij. Die had ik eigenlijk kon moeten raken ook. Mine! Wat is dit? Ik ga echt slecht. Slecht. Ja, oké, okay, dit is een doelpunt voor hem. Dat kan ik waarschijnlijk toch nooit meer inhalen. Zij, man, tel weer de tweede doelpunt met lat erin. Echt, man, het is echt een rotspel. Ik kan dit echt niet. Ja, oké, okay, waarschijnlijk zit ook weer een doelpunt. Ja, man, hij beukt me tegen die bal aan. 4-2, dit kan toch niet? Ik dacht dat ik wel wat beter was. Nee, het zit er niet mee. Ja, nu gebeurt het weer. Nee, wacht. Ik kan. Raakte ik die bal aan? Ik weet niet waarom het een epische save is, maar ik raakte die bal niet aan. Dus ja, ik heb 60 puntjes erbij. Ja,
Nee! Ik dacht dat hij hier wel in zou gaan. Mooi, dit is al helemaal niet leuk meer. Ja, dat noem je pas een mooi doelpunt. Echt mwah, prachtig. Oh god, jongen, met nog een doelpunt. Ik kan het nog winnen. Oh nee, 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 nee. Oh, Paul. Oh, dit is gewoon echt flauw als hij nu gaat winnen. Ik heb zoveel mooie kansen gehad, hè. Alsjeblieft, laat hem voorkomen. Nee, ik dacht dat hij hem zou raken. Ja. Ja. Nou, wel altijd GG zeggen, zoals we aardig. Ja, ja, GG. Nou. Oh, wel een mooie auto dit, zou ik ook wel willen. Oh ja, laten we die maar gewoon doen, joh. De boost die ik nu heb gedaan is echt lelijk. En ja, jullie zien het ook. Ik heb wel best wel vaak gespeeld op dit spel. Ik ben level 13, maar dat is nog steeds best wel slecht. Nou, het level zelf is niet slecht. Maar ik ben gewoon slecht. Nou, dan gaan we nu even het laatste en het tweede potje doen. Nou, dat is 1-0. Lekker makkelijk doelpunt. Oh, wauw. Ik deed mijn ding een beetje heel te ver naar de andere kant. Ik las me naar voren. Dat was best wel een mooie schot, maar ja. Hij was mis, dan heb je niet zoveel aan. Nee! Oké, dat is een doelpunt voor hem, ja. Het stond een mooi 1-1, hè. Nee! Ja! Kom aan! Dat soort dingen moet je gewoon kalm doen, anders ga je hem juist misschieten. Ik was helemaal aan het stressen van, wat moet ik doen, wat moet ik doen? En zag hem aan me toe rollen en dacht ik, ja, dan ga ik maar lekker naar achter.
Moin. Heb ik het net weer gelijk gemaakt en maakt hij weer zo'n fiends doempeltje. Mooi, ik was out of boost. Haha, ik hoorde hem aankomen met boost. Mooi, pakt hij die boost voor mijn gezicht weg. Mooi. Op bokken. Daar heb ik geluk mee dat ik hem ook nog sloopt, want anders had hij hem echt wel nog een keer geraakt. Ah fuck, nee. Nu geef ik hem mooi voor in het midden. Moin! Waarom ben ik zo slecht? Oh, dat was wel een mooi doelpuntje, vind ik, al zeg ik het zelf. Een mooie handdrink. Wat? Ik moest hem aan hebben geraakt. Dit is niet leuk. Echt niet. Ga ik net zo lekker. Maak zo'n mooi sampig doelpuntje. En dan komt hij weer aan met zijn vies kakschot. Pedofie. Hier. Karma. Wat krijg je van? Als jij scoort, score ik ook. Mooi. Mooi, opbokken met dat bal. Oh, wauw. Ja, mooi! Dit is niet leuk. 5-4 voor hem. Nu, kijk, zie je, nu ga ik scoren. Je gaat het zien. Ik ga nu scoren. Het moet wel. Serieus, gewoon lekker even een stukje opbokken. Dus hij gaat maar lekker opbokken. Ja, mooi. Dacht ik, dit is mijn kansie. Nice, ik heb hem gebompt. Oké, snel moeten. Ik moet snel het doelpuntje maken. Mooi, ik heb verloren waarschijnlijk. Dit was waarschijnlijk echt mijn laatste kans. Hier, kijk, hier. Die kan je krijgen. Met je twee keer winnen van mij, hè. Ga ik nu helemaal niks meer doen. Man. Hij heeft gewonnen. Ja, ik heb verloren. Nou, wel geinig. Equip. Nou. Dan laat ik jullie alleen eventjes mijn auto's zien die ik nu heb. Achter iets, ja. Ja, ik weet niet eens hoe ik het moet zeggen. Ik laat het gewoon zien, ik ben heel erg verdrietig. Nou, we gaan even naar de garage. Kijk hier, we hebben, zoals je daar ziet, links onder een beetje staan je 7 dingen. Oké, dit is de allereerste die ik maakte. Dit is trouwens een DLC. Daarna maakte ik deze, dit is ook een DLC.
met een mooie sticker van My Little Pony. Daarna heb ik deze gemaakt met het mooie camo'tje, zo geinig. Daarna heb ik deze gemaakt van een breakout, nog wat, ik ken hem niet helemaal. Deze heb ik gedaan. En deze. En deze. En dan hebben we even... We gaan eentje randomize. Oké, ik ga gewoon zo normaal draaien. En dan zeg ik zelf stop en dan doe ik die. Stop. Oké, die. Ja, oké. Die. Oh ja, ik zei niet stop. Wacht, oké, bij deze moet ik eerst zo doen. Stop. Oké, bij de groene moet ik... Oh, wacht. Ga ik naar die? Hij was dus op die hoogte, dus altijd die moet zijn. Stop. Oké, dan nu zo. Stop. Dit wordt echt een hele mooie auto. Oh ja, trouwens, hier zo dat nog. Stop. Metal. Stop. Oh. Nou, wel geinig. Als we eerst dit doen. Oh. Stop. Stop. Krijg ik bij iedereen nou dat? Oké, okay, we zitten dus op dat rijtje. Wacht. Stop. Ik vergeet stop gewoon te zeggen. Oké, okay, opnieuw. Stop. Oké, okay, dat rijtje. Stop. Oké, okay, hier zo. Stop. Ah, pittig lelijke. Oh, trouwens, dit is een DLC en dit is een DLC voor ze dat weten. Stop. En stop. Oké, okay, dus de... ja. Hij is, die staat er automatisch, dus moeten we die doen. Oké, okay, en stop. Oké, okay, geen één. En stop. Oké, okay, ze mogen gewoon zien wie ik ben, ja. Nou, weet je wat, als cadeautje, omdat dit de allereerste aflevering is, doe ik dan ook nog een potje met deze. Gewoon met dat lelijke scheidwagentje. Ik heb ooit al een keer met deze gespeeld, ik kan er echt niet mee spelen. Of zou je denken, ja, Martijn, elke auto speelt toch hetzelfde? Nee, ze zijn wel hetzelfde qua, ze zijn even snel sturen hetzelfde. Maar qua, omdat hij groter is, raak je hem net anders. Of is hij weer dunner en dat soort dingen. En de ene vind je er fijn spelen en de andere niet. Ja, en ik vind deze nou net weer niet fijn spelen. Oh, wacht. Als hij hem laat... Oh nee, als hij hem had laten gaan, was hij erin gegaan. Oh, die camo is zo cool. Die zou ik ook wel willen. Nou, weet ik nooit. Oh nee! Nee! Oh god. Wat slecht! Oh, ik zoek tegen mijn headset aan. Kom op, concentratie. Mooi. Oh my god, waarom raak ik hem nou niet? Ah. Mooi, ik ben echt slecht met deze auto. Ik kan er echt helemaal niks mee.
Ja, man. Op bokken. Echt, ik reed je hem helemaal. Boom! Dat noem je nog eens een doelpunt. Eigenlijk was het echt een lelijk doelpunt, maar ja, het is wel een doelpunt. Dat noem je een doelpunt. Oeh, op de paal. Zo, die had nog even een extra tikje omhoog gegeven. Nee! Op bokken. Oh nee, dat op bokken roepen helpt wel echt. Oh, dat noem je nog eens een mooi doelpunt. Een mooi doelpunt vind ik dat. Hey, nu ga ik hem echt ownen. Ik ga hem echt helemaal ownen. Hattrick. Ik sta 3-2 voor. Zal jij de eerste 3 doelpunten als het goed maken? Ja, ik weet het niet. Kijk, zie je, als dat vergeet ik nu al. Kan je zien dat ik 14 ben en ik nu al dement ben. Nee. Ja! Wow. Dat was echt een hele mooie save. Oh god, waarom raakte ik hem aan? Beam. 4-2. Voor mij. Weet je, met die randomized auto ga ik nog winnen ook. Oh, hij heeft opgegeven ook. Goed. Oh, wacht. Hey, ik heb een taart. Nou mensen, dit was het einde van de video. Ik heb de laatste wedstrijd gewonnen, maar de eerste 2 heb ik verloren. Ik ga vanaf nu gewoon iedere keer waarschijnlijk gewoon 3 wedstrijden doen. Waarschijnlijk duurde het helemaal niet zo lang. Waarschijnlijk 20 minuten deze video ongeveer. Ik gok maar wat. Maar vonden jullie dit nou leuk? Dan natuurlijk dat blauwe duimpje omhoog achter. Abonneren kan hier beneden. Doe natuurlijk ook dat duimpje omhoog. Dat zei ik net. Ik ben echt dement. Nou, als je het duimpje omhoog doet, dan weet ik dat ik dit vaker ga doen. En GTA races en missies komen er ook aan. En free roam misschien ook. Maar ja, verwacht niet al te veel van dat GTA, want ik heb het echt serieus. De PlayStation, ik heb deze PlayStation 5 dagen of zoiets, 5, 6 dagen. Dus ik ben niet zo super ver. Maar vonden jullie dan leuk? Dan natuurlijk dat blauwe duimpje omhoog achter. En dan zie ik jullie de volgende keer. Hey, later!